Europa. Oh, oh, Europa. Oh, Europa. Everything gets worse. Very hard to see light at the end of the tunnel. No ven ningún futuro, no hay trabajo. Vandaag het eerste deel van onze drieluik over de economische crisis in Europa. Collega's Saskia Adriaans, Wilfred Scholte en Bram de Waal trekken met een eigen camera door Ierland, Spanje en Griekenland. Wat voor invloed hebben de economische problemen nou op het dagelijks leven daar? Op het prachtige eiland Syros ontmoet ik de familie Petridis. Vader Jannes, moeder Bea en de kinderen Stratis en Niki. Een Nederlands-Grieks gezin dat geniet van het leven op het zonnige eiland. Ik vind Griekenland een ontzettend fijn land. Ik hou van de mensen hier. Ik hou van de intensheid van de mensen. Maar hoe mooi het ook allemaal lijkt, de schuldencrisis is steeds concreter aan het worden. Ook voor het gezin. Wij hebben wel een stuk van het inkomen moeten inleveren. Het is al meer dan een jaar aan de gang. Dat is vanaf vorig jaar mei. Ik geloof dat we 1 maand inkomen hebben moeten inleveren. En als je dan vanuit gaat dat we rond de 1000 per maand hebben, netto, blijft er dus niet veel over om van te leven. Het zijn meloentjes. Ja, we zijn gelukkig als familie om eigen huis te hebben en ook eigen tuin. En ik vind het leuk om in de tuin te verzorgen. Heb ik dit jaar een aantal tomatenplantjes geplant en aubergines en uien. En nu met de bezuiniging kan wel handig zijn. Κεφαλαίων των τραπεζών για την ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών. Tijdens mijn bezoek wordt bekendgemaakt dat de Europese Unie opnieuw een miljardenlening aan Griekenland verstrekt. Maar de woorden van premier Papandreou maken geen indruk op Bea en Yannis. Iedereen weet als je 1 of 2 jaar in de schulden zit, daar kom je wel overheen. Maar als dat een tijd wordt van 10 jaar of 15 jaar... Dan... Waarschijnlijk betekent dat 30 jaar lang Griekenland diep in de schulden ligt. Dus armoede, denk ik. De volgende dag is de kater nog groter als de krant het akkoord uitlegt. Lening voor Griekenland kost ons 72 miljard alleen alleen aan rente. Is er ook onder Grieken schaamte dat het zo ver is gekomen met dit land? Schaamte niet. Ik ben boos. Ik ben... De slachtoffer van de politici eigenlijk. Moet ik nu, ik moet met mijn salaris, hun schulden betalen. Dit is de main bar, zeg maar. En als dan het hele voorkant, het is wel een, het is een echt Victoriaans gebouw. Het heeft hoge muren, hoge ceilings, veel ramen. Dit is de pub van familie Cronin. 34 jaar geleden ontmoette Tekla haar Ierse man. Voor de liefde emigreerde ze hier naartoe. Crosshaven, een klein dorpje in het zuidwesten van Ierland. Het is echt een familiebedrijf, 24/7. Wij wonen hier boven de pub. Dus je bent altijd ermee bezig, hè? En het waren jarenlang meer dan goede tijden voor de Cronins. De pub is altijd al het middelpunt van het sociale leven van de Ieren geweest. It was definitely a meeting place like that, where deals could be made, where you could, you know, socially just interact. Sinds de recessie, zeg maar, is het toch wel een heel stuk minder geworden. Want het is nu, moet je kijken, het is nu juli. Midden juli. En normaal zit het hier midden juli. Met schoolvakanties en zo zit het hier vol. Ik ben hier nu over 30 jaar.
but it's not as good as it used to be, you know. De familie Cronin. Tekla met haar Ierse man John en hun kinderen Dennis en Jolien. De Cronins moeten in het kleine dorp concurreren met maar liefst 6 andere pubs. Sinds de economische crisis is hun omzet met 25% gedaald. Is het mond? Is het mond? We merken natuurlijk omdat mensen gewoon veel minder komen. Want ze kunnen het gewoon zich niet meer veroorloven. Ze gaan nu 1 keer per maand uit, zeg maar. Of 1 keer per 2 weken in plaats van ieder weekend. Toen in de Celtic Tiger, iedereen ging iedere dag met lunch. Dat was gewoon de norm. Maar nu is dat gewoon helemaal afgelopen. De Celtic Tiger. Zo worden de boomingjaren van Ierland genoemd. Het van oudsher straatarme eiland was in 2006 zelfs het op 1 na rijkste land van de Europese Unie. Tekla Cronin heeft in korte tijd Ierland enorm zien veranderen. Het kon niet op. Het kon echt niet op. Iedereen moest 1 auto, 2 auto, 3 auto's, vakanties. Het tweede huis gekocht als investering. Het vakantiehuis in het buitenland. Nou, die zitten nu allemaal in de problemen. Barcelona. We gaan nu Iker, die is nu 3. Dus die gaan we nu wegbrengen naar de crèche. En dan vervolgens nemen we Thomas mee en die brengen we eventjes naar oma. Oh, een plas. Dat is van de regen van vannacht, hè. Oh, stoppen. Komt er een auto aan, Iker? Hospitalet de Lobrega, een buitenwijk van Barcelona. Samen met Monique Hogewerf breng ik 's ochtends haar kinderen weg. Monique woont en werkt al 14 jaar in Spanje. Een aantal jaren heb ik in het toerisme gewerkt in Salou. En op een gegeven moment werd ik iets ouder. En toen dacht ik, nou, laat ik eigenlijk toch ook maar een beetje iets serieuzers gaan doen. Iets gaan opbouwen. Monique heeft nu een baan als administratief medewerkster en is getrouwd met Roberto, taxichauffeur in Barcelona. Samen hebben ze 2 zoontjes, Iker en Thomas. Alles is eigenlijk duurder geworden als je ook kijkt naar je rekeningen, je gas, water en licht, je hypotheek. Voor de kinderen de kleding. Een paar jaar geleden gingen we lekker 1 keer in de maand shoppen. Nou, dat is er nu absoluut niet meer bij. Goed zo. De crèche die betaal je tussen de 500 en 550 euro per maand. Een tweede erbij op de crèche is dat gewoon niet te doen. Eet je het bord op? Wat wij verdienen en de kosten was dat gewoon niet haalbaar. En opa en oma kwamen toen met de oplossing om op Thomas te passen. Hola! Ja, ja! ¿Qué tal? Neem maar de terrasse, va? Eva, ¿vas a la terrasse? Neem maar de terrasse. Claro que es duro, pero bueno, se hace, se hace. Ellos no querían dejarlo al niño, querían llevarlo a la guardería, pero yo les dije que era una, a ver, estando nosotros en casa, era una lástima que pagaran tanto dinero. Bueno. Tomás ni dun. Cuidado, Tomás. Tomás ha despertado normal. ¿A qué hora ha tomado el biberón? Ha tomado el biberón a las 8:15, pero no ha comido mucho. Ando. Pero bueno, luego también ha comido algunos chocopops. Bueno. Y está contento. Vale. Oma Paquita en opa David hebben het er maar druk mee. 4 dagen per week passen ze op kleinzoon Thomas. En ze zijn lang niet de enige. Door de economische crisis hebben miljoenen Spanjaarden geldgebrek. En dus kloppen ze massaal aan bij hun ouders. Yo veo que ellos están trabajando también muchísimo. Y es el dinero que entra por un lado sale enseguida por el otro, porque tienen muchos gastos, muchos. Nosotros también teníamos, pero quizá no teníamos tantos. Als opa en oma niet op Thomas hadden kunnen passen dit jaar, dan hadden we echt serieus na moeten gaan denken of ik mijn baan op zou moeten zeggen, zodat ik op allebei de kinderen zou kunnen passen thuis. Want financieel gezien hadden we het gewoon niet gehaald als ze allebei op de crèche hadden moeten zitten. Doei! Op mijn rondgang over Syros blijkt dat het vertrouwen in overheid en politiek vrijwel nihil is. Το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει η Ελλάδα δίχως να ξεπουληθούμε όλοι
είναι να επανέλθει η δικτακτορία στην Ελλάδα, να αλλάξει, δεν είναι σωστό αυτό, αλλά να αλλάξουμε το σύστημα.